Oh, je wou toch een sigaret? Zeg, je moet steeds je visser met een dreig gepoept, hè? Wat meen je? Nee. Of waarom met die naast? Niet alleen die gasten. En met thuis toch niet? Godverdomme, hè. Waar dan? In de zetel. In de kamer van uw ouders. Maar ik had toch duidelijk gezegd dat het een bovenverboden trein was? Ja, maar ja, Sabi, weet je wel. Uw ouders hadden duidelijk gezegd dat je niemand mocht uitnodigen. Dus ja, shit happens, hè. Hoe red je dat? Nou, gisteren in de kelder gewoon een stukje fles inhouden. Zal van mijn broer, maat? Ah, sorry. Ik ging gisteren in de kelder die drank halen en dat broodje lag daar. Fuck. Ah, sorry, ik had dat gewoon moeten vragen toen ik dat meepakte. Maar ik dacht gewoon, ja... Natuurlijk is dat plat. Oh, fuck. Wat gaan we nu doen? Maar wacht anders, dat komt wel terug naar de kant. Wat? Maar ik wil ook wel gaan als je wilt, hè. Heb je het al gemaakt? Nee. Dat doe ik morgen wel. Sorry trouwens. Hè. Maakt niet uit, het is maar een bootje. Ik wist echt niet dat dat van je broer was. Hè. Dude, ik zeg toch, het boeit niet. Stop er nu over en geef een keer een fucking pasmaat!
helemaal naar de kloten. Maar ja, dat lag achter die flessen alleszins. Hier is het juist. Wat zoek je? Xavi, wat zoek je? Maar wat dat je zoekt, misschien kan ik helpen. Ja, als ik het niet vind, dan jij toch ook niet? Ja. 13 seconden en 52 honderdste. Ja, dat kan toch beter, hè, maatje? Hoeveel was het? 13 seconden en 52 honderdste. 13 seconden en 52. Allee, Quinten, kom, nog een keer. En deze keer onder 13, hè? Ja, het zal proberen. Alright. Kanili, ik was toch wel een klein beetje trots op hem toen ik dat zag. Dus ik zweer, het was echt ziek klaar. Dus die loopt er achterna. Wacht, na de match nog? Ja, hij zat dus juist afgefloten en die begint daar te lopen en te lopen. Hij, het enige dat hij doet is nog één keer omkijken om te zien of dat zijn maten aan het meekijken waren. Hij stormt op die scheidsrechter af. Hij pakt hem vast aan zijn broek, onderbroek en alles. Wap, tot op zijn enkels. Voor een kantine die gewoon vol stond met mensen. Ik zei het, die mens zag niet rood, die zag gewoon paars van schaamte. Dat begrijp ik wel, zeg. Maar allee, bloezeken met de ribben, dat zit dus blijkbaar in een familie. Ah ja, voor was dat het anders, hè. Maar ik zei het, dat was de eerste rode kaart van velen geweest, Ben. Ja, dat kan ik wel geloven.